heten jullie? Ik heet Roos. Ik heet Janine. Leuke namen. Wat vinden jullie van dit kamp? Nou, ik vind het een heel gezellig en leuk kamp. Ja, ik vind het heel gezellig en vooral omdat het een paard is. Dat vind ik ook heel leuk. Wat vind jij het mooiste paard? Het mooiste paard hier vind ik Charlie. Hier vind ik Storm het leukst. Wat voor soort is Storm? Storm is een klein welsje van zo groot. Ook een klein welsje. Wat doen jullie anders dan niet paardrijden? Nou, gewoon met scouting bezig zijn. Ja, scouting. Zitten jullie zelf op paardrijden? Ja, ik zit 4 jaar op paardrijden. Dus... Ja, ik ben tegelijkertijd met haar op paardrijden gegaan. Dus ook 4 jaar. Ja. Dank je wel voor het interview. Graag gedaan. Hoe heet u? Mr. U. Waar komt u vandaan? Driel. Wat vind je het leukste paard? Tikkie toe. Heel klein ding, maar rap. Wat voor ras is Tikkie toe? Ik zou het niet weten. Het is een mengelmoesje pony. Waarom ben je leiding geworden van het ruitenkamp? Oeh, dat is een hele lange vraag. Mijn kinderen zaten bij de scouting en ze hadden wat scoutingleiding tekort. En toen ben ik daar als vrijwilliger een beetje bij ingerold en toen ben ik maar blijven hangen. Het was wel gezellig. Doen jullie nog meer dan alleen maar paardrijden of alleen maar paardrijden? Nou, we doen vaak 's ochtends paardrijden en 's middag alle scoutingactiviteiten. Bedankt dat we u mochten interviewen. Ja, heel graag gedaan. Vond het gezellig. Dankjewel. Hoi, wat is je naam? Mijn naam is Adelie Frink. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Arnhem. Welke scoutinggroep zit je? Anne de Guigné. Wij zijn de ruitergidsen. En wat vindt u nou leuk aan het ruitenkamp? Ruitenkamp? Nou, ik vind paarden ongelooflijk leuk. Plus, ik vind het ontzettend leuk om leiding te geven aan de wat kleinere kinderen onder ons. En wat vindt u dan leuk aan het leidinggeven? Nou, de sfeer, dat je zelf ook lekker gek kunt doen. En ja, maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen accepteert elkaar. Gisteren hebben we eerst kenningsmaking gehad en vandaag gaan we weer paardrijden. Morgen ook. En wat is jouw lievelingspaard? Mijn lievelingspaard staat hier niet op de manege. Mijn lievelingspaard is een heel groot paard met schofthoogte hier. En die heet Dominique. Het is een KWPN'er. En maar dan een hele grote versie. Dat is een KWPN'er? Een KWPN'er, dat is een zeg maar normaal paard. Dat meestal paarden van politiepaarden. Een beetje gewoon de standaardmaat, een beetje bruin. Mooie lange benen, geen haren bij de hoeven. Gewoon mooi strak. Nou, heel erg bedankt voor dit interview. Nou, graag gedaan. Ik help jullie graag. Hoe vind je paardrijden? Het is heel leuk en je bent één met het dier. Dus dat maakt het leuk. Nou, de band met de pony, dat zorgt ervoor dat hij soepel loopt. En dan heb je gewoon heel veel plezier in het rijden. Ik vind het helemaal geweldig, echt waar. Heb je zelf paarden? Ja, ik heb er een stuk of 3 eigen. Fred, Rioni en Winston. Heb jij paarden? Ik heb een verzorgpony. Dat is een haflinger en die heet Nativa. Heb jij paarden? Ik heb 2 verzorgponies, dat zijn Heitske en Itske. 2 Friese. Nou, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Graag gedaan.